De beeldvorming over Javanen in Suriname is veelal nog gebaseerd op stereotypes die steeds worden gereproduceerd, zei onderzoeker Jonathan Tingfu afgelopen zaterdag tijdens een speciale viering van de herdenking van 134 jaar Javaanse immigratie in Fort Zeelandia. Tingfu zegt dat de verschillende groepen in Suriname slechts oppervlakkige dingen over elkaar weten, terwijl er veel te weten is over de andere culturen. Als het gaat over de beeldvorming van Javanen in geschiedenisboeken, zie je ook dat Javanen grotendeels nog worden beschreven als submissief, dat ze gauw tevreden zijn en niet de indruk maken om eigenlijk te groeien of verder te komen in het leven. En ik wil eigenlijk, vandaar dat ik vandaag deze dat middag ook georganiseerd heb samen met Santosh en het Surinaams Museum. Omdat ik eigenlijk die stereotypes die we hebben over Javanen en over andere Surinamers. Dus voor alle etnische groepen zijn er stereotypes die we reproduceren. Maar we weten niet echt van waar komt het, waar is dit ontstaan. En middels storytelling wil ik eigenlijk verschillende jongeren die nu met kunst en verhalen bezig zijn, toelichten dat we hier zijn en we dit kunnen tegenspreken. Tingfu haalde verder aan dat het belangrijk is om de eigen helden en verhalen uit het verleden te kennen. Deze verhalen kunnen het meerderwaardigheidsgevoel van een individu versterken. De onderzoeker meent dat jongeren hiermee de cultuur in stand helpen houden naar hun eigen tijd en omgeving. Vaak genoeg als ik dat ouderen praat, zeggen ze de situatie van Javaanse cultuur, het is heel ernstig, we zijn bang dat het verloren gaat. Maar mijn eigen mening is dat cultuur dynamisch is. Cultuur verandert met de tijd, met de omgeving. Onze voorouders die kwamen van Java, zij hadden hun herinneringen. En uit die herinneringen hebben ze iets nieuws gecreëerd. Ze konden het niet precies copy-pasten van Java en hier hetzelfde doen. Dus wij als jongeren, wij leven met de tijd mee. We houden vast aan de verhalen die zijn overgedragen. We houden vast aan het verzet, de opoffering van onze voorouders. En daaruit creëren we iets nieuws. Je kan het ook vergelijken met de gewassen die onze voorouders hebben meegenomen en geplant hier hebben. Ze zijn nog steeds geworteld in de aarde, maar ze vertakken zich en creëren nieuwe bladeren. En die wortels zijn er, maar het groeit en transformeert aan de hand van de omgeving. Het evenement, georganiseerd door de Stichting Surinaams Museum, bood een gevarieerd programma dat de rijke Javaanse cultuur in de schijnwerpers zette. Bezoekers genoten van storytelling door Jonathan Tingfu, live gamelan muziek, traditionele Javaanse dans en een wayang kulit voorstelling met Nederlandse uitleg. De viering trok een divers publiek.